Politie naast mij. Ik vind deze B-klasse. Kijk dan even hoe bruut, jongen. Oh my god. Zo, hé. Hoe heb je nou die motor uitgezet? Kijken wat het geluid is zonder uitlaat. Welkom weer bij een gloednieuwe video. Vandaag gaan we motorles nemen. Ik ga jullie een update vertellen. Ik heb toch gefixt om eerder voor mijn motorpraktijk op te kunnen dan eind zomer pas. Zoals jullie weten zou ik eerst pas in eind oktober op mogen voor mijn motorpraktijk. Als de zomer net voorbij. Nou zou ik midzomer ergens op kunnen. Wel is mijn motorschool ergens helemaal compleet in Arnhem. Dus ik woon in Nijmegen, dus compleet ergens in Arnhem. Maar dat maakt niet uit. Dan ga ik gewoon voortaan met de trein heen, de fiets meenemen en dan gewoon lekker wheelies doen. Maar ja, ik weet nog niet precies wanneer ik op mag. Daar kan ik straks meer over vertellen. Ik ga nu even naar de motorrijschool. En dan gaan we even lekker motorlessen op de openbare weg. Oh, daar heb ik dit gemist, dames en heren. Lang geen motorles. We gaan ervoor. Let's go. Zo, heerlijk voelt het weer om mijn helm erin te doen. Mijn tas met alle motorspullen. GoPro'tje erbij. Oh, ja, dames en heren. Woe! Altijd als ik Nijmegen uitrijd, jongens, dan kom je hier onder de Waalbrug. Zo, dat is zo'n mooie brug, dames en heren. Echt, wajo. Er is ook trouwens op deze brug heel veel gevochten tijdens Market Garden. De operatie van de vrijheid van Nederland, zeg maar. Ja, jongens, nu komt de geschiedenis bij mij weer naar boven, jongens. Nu ben ik helemaal geïnteresseerd weer. Ja, maar ja, je hebt de John Frostbrug in Arnhem en de Waal hier. Dat zijn echt de twee bruggen waar misschien ook de Tweede Wereldoorlog soort van is geëindigd. Maar er is zoveel gevocht hier, jongens. Niet normaal. En dat deze brug, de Waalbrug, er nog steeds staat sinds de Tweede Wereldoorlog. Wauw. Tuning. Maar dames en heren, wij gaan motorlessen! En dan onderweg zie je ook altijd Pathé, die grote bioscopen, jongens. Dat vind ik zo bruut. Kijk dan even, wat een unit van een gebouw, jongens. Zo, hé. En dat is gewoon één bioscoop. Ja, ja, jongens. Hoe toevallig. Er rijdt een motor hier voor mij. Dit heeft een goed teken, jongens. We gaan ervoor. Dames en heren, ik ben bij de motorschool in Velp aangekomen. En holy tiet, het is heerlijk weer. Wat ik jullie al eerder heb verteld in de afgelopen video's, jongens. We kunnen eindelijk weer gaan starten, maar het is lekker weer. En dat bedoel ik bij, ik heb in de winter gereden. In ijskoude vriezen, in de ochtend regen, sneeuw, gladheid. Poten die eraf vriezen, jongens. We kunnen nu eindelijk gewoon tijdens lekker weer gewoon eindelijk gaan rijden. Dames en heren, aanschouw de brommer. De motor waar ik op ga rijden. Ik dacht ten eerste, ik ga voor A1. Dus ik ga van één van deze drie ga ik rijden. Maar daar is dus niet. Ik ga op deze rijden. Holy shit. Een dikke Kawasaki 125. En ik dacht eerst van, doen jullie ook brommerlessen? De schakelbrommen. Maar dat is gewoon letterlijk voor A1 ook gewoon. Ik vind het zo geweldig, jongens. Dit doet me zoveel denken aan een schakelbrommer. Het is natuurlijk wel een viertakt. Maar ja, elke motorschool rijdt volgens mij wel in een viertakt. A1 trekt gewoon voor geen meter op tijdens op de snelweg. Maar het is wel echt leuk om mee te rijden, jongens. Het is geweldig dit. Tuning. Ik heb ook heerlijke kleding aangekocht. Goede kwalitatieve kleding. Ik ben hier samen met Maarten. En dat is mijn rijinstructeur vandaag. Dan gaan we beginnen. Welke ga jij rijden vandaag? GTR erachter. Oh, die achterste. Dames en heren, ik heb mijn motorhelm en GoPro erop. We gaan nu overschakelen naar de GoPro. Let's go. Zo, dames en heren. Dan gaan we nu voor het eerst rijden. Oké, dames en heren. Het is natuurlijk 100 keer moeilijker dan dat ik thuis rijd. Want ik ken hier helemaal niks qua wegen. Dus het is wel even opletten, zeg. Het is heel apart, maar heel leuk. Maar het is moeilijk. Maar ja, dit is een tricky one. Ik mag hier niet rechtdoor, dus ik ga hier naar links. Daar mag ik niet rechtdoor. Dus ja, dames en heren, ik ben wel scherp vandaag. Je weet wel waar ik niet en wel in mag rijden. Dat was in het begin niet zo. Toen was ik een beetje verward. We zijn in Arnhem aangekomen, dames en heren. Tunnel Reef, ja, dit loopt dood, dames en heren, hiervoor. Dus ik moet naar rechts hier. Dit is een complete springschans hier. Zo. Gaan we de snelweg op, dames en heren. Zo, hé. Hey. Zo, hé, hey, bruut, jongen. Ik ben zo lang niet meer de snelweg op geweest, dames en heren, met de motor. Zo, het ding is moeilijk naar de 100 te krijgen, jongens. Maar dat is altijd met A1. Dan moet je echt, als je A1 rijdt op de snelweg, moet je altijd bijpakken met die motoren. Want dat is echt, het lukt haast niet naar de 100 te komen. Kijk dan, ik heb volle gas. Zo, netjes in de bocht leggen.
lekker gas geven, voor de bocht klaarstaan. En anticiperen, dat is wel een punt. Dat krijg ik wel goed, zeg maar. Alleen soms voor de bocht nog klaar zijn is even een puntje. Voor de rest tunen. Ik moet wel zeggen, de wegen hier in Arnhem vind ik haast net zo leuk als in Arnhem. Of misschien wel leuker soms. Het is echt leuke wegen, snelweg ook. Behalve dat daar een trajectcontrole steeds is. Dus dan moet je echt 80 aanhouden. Dat is wel jammer, maar voor de rest leuke wegen hier. We gaan naar weer een gevaarlijk kruispunt. Het is altijd gevaarlijk. Dikke schans. Oké, ik zie daar een verkeersbord. En dan staat er waar we zijn in godsnaam. Want ik zou het echt mijn gods niet weten. We zijn in Angeren. Angeren? Of heb ik het nou verkeerd gelezen? Of geen idee. Oh jongens, dit is zo de perfecte temperatuur om te rijden, dames en heren. Niet te koud, niet te warm. Het is gewoon perfect. En hier voor de bocht klaar zijn. We zijn in Huizen, dames en heren. Kijk, het is wel even moeilijk, want bij de vorige reis heb ik alles anders geleerd. En hier leer je ook een beetje iets anders, maar ik vind het goede uitleg hier hoor. Je krijgt veel meer uitleg, echt top uitleg ook. En dan moet je hier een beetje rechts midden van de pijl staan, dan sta je goed gesorteerd, zeg maar. En hier mogen we weer gassen, want het is een 60 zone hier. Hier krijgen we een gevaarlijk kruispunt, dus zachtjes opkomen. Kijk eens, wat een kool, die trein daar is super bruut. Zo hé, hey. Het is leuk jongens, zo hier rijden op de dijk. Oh ja, dijk op zo'n 60 zone. Springschans. Overstekende koeien. Nou, volgens mij ben ik zelf een koe op de weg. Koetje. Eén dikke auto hier voor me. Zo, een brute auto. Zo, hier rijden we nu op een dijk, dames en heren. Hier heb ik bijna mijn doodservaring toen ik klein was. Ja, toen klein was, toen ik 17 was. Ik had dat verhaal toen ik net 18 was. En je mag dan alleen rijden, want ik was 17 toen ik mijn autorijbewijs had. En ik reed dus hier op zo'n dijk met de Nissan Micra. Die rode kikker die ik toen had. Ja, jongens, we reden zo hard met vrienden dat we hier de dijk afvlogen. Kijk, deze bocht hier, dat was in donker. Toen reden we hier helemaal van de dijk af, jongens. Zo, lekker cruisen door de bocht heen. Heerlijk dit. Dit is zo'n leuke dijk om te rijden hier. En de weg wordt steeds smaller hier. En die putdeksels moet je hier overal gaan vermijden. Want dat zijn ook die dingen waar je niet met motor... Ja, mag wel, maar liever niet, zeg maar, tijdens een examen. Of gewoon, dat moet je gewoon eigenlijk niet doen. Rijd er toch overheen. Zo, echt even wennen weer. Geloof ik. Ja. Hoe heb je nou die motor uitgezet? Via de dodemansknop. De dodemansknop, die is de dood dan. Ja, weet ik. Dan blijf je verlichting branden. Oh ja, accu, ja, hè? Ja, precies. Dus die kun je gewoon overslaan. Die moet je alleen gebruiken voor noodgevallen. Ja. Voor in de tunnel als je probeert herrie te maken. Oh nee, dat werkt niet meer met de injectie. Dan kun je knallen laten. Ja, precies. Ja, je moet je maar voorstellen. Stel nou jouw tegenligger die zit te sturen terwijl die een checkje aan het rollen is. Zo. Ja. Of die krijgt een beroerte of een klapband. Ja. Ja, het gebeurt bijna nooit. Ja, bij het links wel. Van de weg, ja. Ja, maar dan klap je gelijk tegen elkaar op. Klopt. En hij hoeft jou maar te schampen en jij bent de controle kwijt, hè. Maar ja, op dat moment nog uitwijken, dan ben je gewoon te laat. Dus je gaat eigenlijk preventief uitwijken. Het is gewoon gratis veilige ruimte. Zo, hier kun je toeren, jongens. Oh, yo, mensen. We gaan nu boven de snelweg rijden. Ik vind het zulke leuke wegen. Echt, rijexaminaten heeft wel echt leuke, maar ook leerzame wegen, vind ik zelf. Want zijn... Het is veel anticiperen ook al. Zo, kijk dan even hoe bruut, jongens. Oké, dames en heren, dan gaan we nou de snelweg op. Het is altijd een beetje eng. Invoegen met een motor. Met een auto vind ik dan nooit eng. Maar met een motor is dat toch altijd even anders. Omdat je heel kwetsbaar bent natuurlijk. Oh, ik weet niet of jullie mij horen, dames en heren. Maar dit gaat zo hard. 9,98. Ik wil maar niet harder gaan. 99. Kom op, 100. 100, poepie. Kom op, jij kan het. Kom op, hit die 100. Hier kan ik zo niet tegen, dames en heren. Kom op, hit die 100. Niet zo stom doen. 100. Tjuu, wat hem. 100. Tjuu, we hebben. Dames en heren. We zijn weer terug bij de motorschool aangekomen en dit was de eerste proefles weer na een lange tijd. En even een kleine korte samenvatting, Maarten. Je had het net al verteld. Hoe ging het? Wat aandachtspunten had ik wel. Wat aandachtspunten, maar helemaal niet verkeerd. Ja, ja. Het was niet slecht. Ik kan wel zien dat je wel gewoon goed les hebt gehad. Ja, zeker. Maar er zijn nog wel wat dingetjes. Even inkomen in het begin natuurlijk. Ja. Maar wel wat verbeterpuntjes, maar goed, op weg. Ja, ik moet wel zeggen, je had wel veel uitleg gegeven wat ik wel snel onder de knie werd. Wat ik dacht van, oh ja, zo zou het moeten en alles. Ben je net wel op, dat scheelt. Ja. Ik let me op. Dat is niet altijd, maar... Zo, hé. Ja, jongens. Echt, de eerste les was echt leuk. Gewoon. Holy tita. Hoor, joh. Als je dan hier komt... Dat lijkt gewoon echt op een schakelbrommel. Gewoon op een derby senda. Dat is het. Ik heb de hele tijd iets in mijn hoofd. Lijkt gewoon echt op een derby senda. Gewoon dit ding. Dus, prachtig. Excuses, mijn GoPro was weer leeg op het eind van de rit. Want we hebben anderhalf uur gereden. En natuurlijk, GoPro kan maar minstens 40 minuten ongeveer meegaan. Dus,
Honda. Honda MT of zo. Dat ding is ook wel leuk om mee te rijden hoor. Gewoon voor de tuning. Maar ja, we hebben hier allemaal zieke motoren staan natuurlijk. En ik zei ook natuurlijk, als ik mijn rijbewijs heb, ik rijd thuis op een KTM 125 EXC. Daar is het natuurlijk veel verder. Maar ja, overal bij motorlessen moet je natuurlijk op een viertakt 125 rijden. En dat is natuurlijk moeilijk om naar de 100 te komen. Maar ja, die twee takten koppeling laten schieten en woep, je doet dan een wheelie. Jongens, dit is ook gewoon een unit van een motor, zeg, als je erop moet rijden. Het is niks vergeleken met mijne bijvoorbeeld. Het is echt lijp. Zo, en dit zijn dan echt zieke circuitmotoren. Zie je gewoon aan de gladde bandjes hier. Mooi, jongen. Ziek, bruut. Het is natuurlijk wel een nadeel dat ik wel heel erg ver moet gaan rijden. Ik moet echt bijna een uur. Ja, een uur. Ik moet echt 40 minuten gaan rijden om naar huis te komen. Nou is het wel zo, ik heb nog dat ik op mijn opleiding zit. Dus daar krijg je gratis openbaar vervoer bij als je diploma haalt. Maar waarschijnlijk toch niet halen. Er is daar allemaal politie, dames en heren. Een beetje eng, want ze keken mij net het aan. Omdat ik soort van, ja, ik weet niet. Een beetje eng. Ik vind het altijd zo geniaal wanneer er politie ergens rijdt. Iedereen rijdt gewoon rustig. Iedereen rijdt normaal. Niemand wil voor de politie rijden of achter de politie rijden. Iedereen schuift dan gelijk op. Politie is dat ook natuurlijk al lang door. Maar het is zo grappig dat iedereen ineens heel doodnormaal rijdt. Alsof het echt gewoon normaal zo ben ik altijd. Maar dan vraag ik me af, als je zelf politieagent bent. En je bent dan niet aan het werk. En je rijdt een normale, en je bent een normale auto aan het rijden. Zou je dat dan ook doen? Ja, dat is een brainstormer. Denk het niet, want dan ben je gewend van hoe een agent zou reageren, zeg maar. Maar het is wel een grappige gedachtegang. Tuning! Ik vind deze B-klasses, die spannen letterlijk overal uit het niets, jongen. Die spannen gewoon echt overal. Dat is gewoon eng. Ik vind het doodeng. Politie naast mij. Lapsysteem is al dicht. Bro, zoveel politie daar onderweg tegenkomt. Dat is niet normaal, joh. Zolang we zelf maar niet worden gepakt, hè. Hip hoi. Maar dat zijn we toch al. Later deze week hebben we weer een procesverbouwing gesprek lopen. Let's go. Ja, jongens, wat ik vroeger allemaal maakte met mijn content, met meetings en alles, daar moet ik nu voor. Heb ik nu, zeg maar, mijn straffen. Ja, straffen. Ik heb geen straf nog. Ik heb nog geen uitslag of zo, maar daar heb ik nu mijn gesprekken, zeg maar, mee. Dus het is wel even, ja. Alles wat ik in mijn kindtijd deed, moet ik nu eigenlijk voor opkomen. Het is eigenlijk allemaal verkeersovertredingen dan, om het zo te noemen, in hun ogen. Dus hier en daar wel eens een wheelie dan blijkbaar gedaan. Maar het is, je moet ervoor op gesprek. Je wordt er letterlijk behandeld voor als een crimineel. Je kan soms denken, je kan beter een moord plegen dan dat je op opgevoerde brommen gaat rijden in Nederland. Dus dat is niet of zo dat ik opgevoerd rijd, want ik rijd super legaal. 49,9 cc natuurlijk op al mijn brommers, maar ja, dat blijft een... Zo, kijk eens aan. Zo, hij is helemaal in pak ook, jongens. Het is zo goed en zo beschermd. En ik raad jullie ook echt aan. Maar ja, binnenkort hopen dat we de A1 rijbewijs hebben. En dan kunnen we gewoon lekker legaal 125 cc gaan rijden. Dat is leuk. Zo, dames en heren. Ben weer back home thuis aangekomen. Deze gaat weer op de lader. En we hebben even een ziek pakketje binnengekregen. Dames en heren, dit is niet een klein pakket of zo. Dit is een complete unit. Ja, wat is dat? Lijkt wel jouw neus. Maar wat zit daarin? Wat denk je? Het heeft te maken met de zip, zeg maar. Dus, oh, ja, ja. Er zit een complete zip in. Een complete zip, ja. Zo, dames en heren. We gaan even het cadeautje, ik noem het wel een cadeau, even uitpakken. Want het heeft te maken met zip-onderdelen. Ik ben zo benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Ik weet natuurlijk wat ik heb besteld. Ik heb zip-onderdelen in carbon fiber besteld. Zo, hey, kijk eens aan. Het is wel goed verpakt, moet ik zeggen. Maar dit zijn de nieuwe zipparts. Oké, ik heb twee onderdelen, dames en heren. Het eerste onderdeel, zoals jullie zien, dat heet een binnenschildkap van de zip. Dus een binnenschildkapje, zeg maar. Carbon fiber. Het tweede grote onderdeel is de bougiekap voor de zip. Dus ook echt super bruut. Hey, pap, kom eens hier. Kom eens hier. Wanneer heb jij de 100k? Dan kun je, 100k? Dan kun je ook een playbutton... Wat? Lelijke schroeven. Dit zijn geen lelijke schroeven, dat is tuning. Jij wou mij niet helpen, dus heb ik een paar schroeven ingedouwd. Dat hangt gewoon prima. Ik ga jullie even de tuning laten zien die ik heb meegenomen. En dat is... Ten eerste beginnen wij bij chilikaas. Dit is iets heel doms. Ik heb ineens een verslaving aan chilikaas. Echt lekker. Een en al olie en blokolie. En remreiniger. Ik heb hier bumperspray gekocht. En dit is een hele goede tip ook voor jullie strijders. Ik ga het jullie straks laten zien. Als je dit op de zip gaat spuiten, dan is de lak net zoals nieuw. Gewoon letterlijk. Dan blinkt en springt alles als sterretjes. En we hebben hoogkwaliteit olie natuurlijk. Heus niet van de Action of zo. Deze ga ik natuurlijk even gebruiken voor de pitbikes. Want er moet natuurlijk ook wat blokolie in. Want er zit nog steeds wat inloopolie in. Ja, ja, dames en heren. En dan komen we bij het nieuwe hoofdstuk van mijn kanaal. En dat is dat we gaan hydrodippen. En ik ga nu dus ook wat zip onderdelen van mijn zip hydrodippen. En kijken hoe dit eigenlijk verloopt, zeg maar. Kijken of ik dit echt kan. Ik heb al eerder gehydrodipt en dat is best goed uitgelopen.
natuurlijk remreiniger. Jongens, ik heb hier echt al mijn olie op een rij, nu Castrol. Maar ja, rip naar mijn tweetak schakelbrommer. Beta, we love you. Mwah. Maar ja, Castrol hebben we wel weer nodig voor de KTM die er nu momenteel niet staat. Daar komt de kenteken op. Maar ja. En als laatste hebben wij... borden, maar wel van porselein deze keer, niet van glas. Want glas is echt dramatisch als ik het laat vallen. Het is natuurlijk niet de bedoeling om dit weer op de grond te gooien of zo. Maar het is wel porselein, dus het zou wel technisch gezien kunnen. Zonder dat er over glassplinters komen en de hele voet weer open ligt. Tuurlijk! Oké, dames en heren, dan gaan we zo beginnen met het hydrodip. Ik heb hier gelukkig de juiste formaten dozen. Kijk, als ik bijvoorbeeld een groot achterspatbord wil gaan hydrodippen, dan heb ik zo'n grote nodig. Maar voor kleine onderdelen zoals het oliekapje, ja, dan kan ik al makkelijk in deze doen. Ik ga eerst even de turbo kit eraf halen. Waarom? Omdat zoals jullie weten, ik ga jullie even alvast een sneak preview laten zien. Oh my god. Dit was dus mijn klein voorwindscherm gesmoked. Ja, dit is pas één onderdeel van de zip, dames en heren. Forged Carbon Fiber rood-zwart. Met Monstube logo erop. Tuning. Waar, wajo. De rest van de kappen zijn nog bruter geworden met dat grote monsterbek op de voorkant. Ik ga niks meer spoilen. Stay tuned in de aankomende vlogs, want daar wordt de hele zip opgebouwd, dames en heren. Ik ben zo hyped daarvoor, maar daarom moeten we even bepaalde onderdelen carbon fiber maken die je niet bij de kappen erbij krijgt. En daar bedoel ik bij natuurlijk, als je een kappenset koopt, heb je natuurlijk ook niet een demper die je erbij krijgt die je kan airbrushen. Wat er dus is gebeurd, de kappen zijn geairbrushed. Niet gespoten of iets anders, maar geairbrushed. Dat is iets heel anders weer. Ik vond het allemaal mooi en aardig, maar dit moet bijvoorbeeld ook carbon fiber worden gemaakt en dat ga ik nu zelf doen. Maar de demper, die wil ik wel weer in die rood-zwarte kleur hebben. Dus ik ga nu even de demper eruit halen en dan ga ik hem even opsturen. Wordt die momenteel geairbrushed met het Monster logo erop. Dan kunnen we gelijk even een experiment uitoefenen om een ballon of zo, straightpipe erop te zetten. Monster Dad hier is eindelijk een keer de Raptor aan schoonmaken. Want normaal doe ik dat altijd. En dat is een massive werk. Zo'n keigoed. Dat is echt Doe jij nooit. Doe ik altijd. Al doe jij nooit. Altijd. Oké. Hij Raptor kan niet door de wasstraat. Terwijl het jouw auto is. Hey. Oké, shots. Hier komt hij. Zo, hé. Hey. Clean, jongen. Poh. Zo, dat is nu wax wat erop komt, hè? Ja. Ja. Zo, hé. Hey. Kijk even hoe clean. Abonneer zeker om bij de Monster Gang te horen. Sandalen. Oké, dan hebben we nu eigenlijk een straightpipe die we eigenlijk kunnen starten. Gaan we het doen? Ja, slim plan. Nee. Gaat deze aan. Ho, voilà. Kijken wat het geluid is zonder uitlaat. Ik ben doof geworden. Jeetje, ouwe. Oké, experiment gaan we proberen. We gaan er een handschoen op doen met een tie-rip. Tie-rip was letterlijk te kort, ik kreeg hem er niet doorheen. Ik had van die hele kleine tie-rips, maar ik heb het even met tape gedaan. Zo niet slim, dat verbrandt gelijk op een uitlaat. Maar het is wel leuk voor de video, dus like even zeker voor meer. Oké, hier komt hij dan. Tuning mislukt. Ik dacht dat hij zou ontploffen, maar er zit ergens een gat in die handschoen. Vraag me af wie die gat heeft gemaakt. Sus, heel sus. Zo, dames en heren, de merchandise wordt dus nu verzonden. Shout-out naar deze namen. En de damper, die past hier echt precies net in de turbo kit. We gaan hem nu verzenden en dan gaan we nu ook beginnen met de hydro dip. Let's go. Zo, dames en heren, wij gaan beginnen met hydro dippen, maar eerst... We hebben een bak met warm water, 27 graden is de perfecte temperatuur. Ik heb hem even gemeten met mijn kikkertemperatuur, maar hij zit precies op 28 graden. Dat is net geen tuning. Maar ja, 27 graden is de perfecte temperatuur om te gaan hydrodippen, dus echt de key tot perfection. Maar ja, dames en heren, wat ik dus van plan ben, is om dit oliekapje hier als eerste te gaan hydrodippen. Het is gewoon lekker klein en makkelijk, en daarmee kan ik het wel even goed uittesten. Ik heb hier een paar exemplaren al gedaan.
Dus gaan we deze even eraf jieten. Zo. Tuning. Ik heb deze twee even als test geprobeerd. Maar jongens, ik geef er ook natuurlijk zo'n zieke glansspray op het einde. Dat heel mooi glanzend maakt. Maar ja, dit is dus eigenlijk wat het moet worden. Bij deze zwarte heb ik het ook gedaan, maar de achtergrond is zwart. Waardoor je de Forged Carbon Fiber niet heel goed ziet. Dus nou zit ik even met een probleem. Of ik ga deze iets lichter spuiten en ik ga dan dippen. Of ik hou hem gewoon zo. Ik denk dat ik hem gewoon zo hou, want originele zipkappen gewoon zo. En dan kijk hoe dan het effect is. Dus we gaan hem even uitproberen. Wat ik jullie nog wel laat zien is dat hier van die witte strepen allemaal op zitten. Dan ga ik even simpel met bumperspray even wegsprayen. En dat is trouwens ook een hele goede tuning voor jullie. Als jullie een zip of voertuig hebben, gebruik bumperspray. Want dan zijn de kappen net als nieuw. Zo, hatsenflats, gaan we deze even sprayen. En voilà, dames en heren. Kijk dan even, gewoon net als nieuw. Met bumperspray, easy. Easy fix. Zo, dames en heren, dan gaan we beginnen. Ik heb hier echt stuk of 6 sprays in totaal, dat is niet normaal. Maar er komt echt wel wat bij kijken om te gaan hydrodippen. Natuurlijk moeten we als eerst primer spray erop doen, zodat het goed blijft plakken. Geen zorgen, ik heb het al ontvet. Color paint zit ik over na te denken of ik dit ga doen, maar ik weet het niet zeker. Maar ik denk het toch weer wel. Nee, ik ga het toch niet doen. Ik ga het gewoon op zwart houden. Color paint is een soort van achtergrondkleur die je eigenlijk erop wil neerzetten. Maar ik denk dat ik het gewoon zwart hou, want de kappen op mijn zip worden allemaal zwart-rood. Dus dan hou ik het gewoon even zwart. Als eerste primer spray. Zo, primer spray even een half uurtje laten drogen. En wat gaan wij in dat half uurtje doen? Ja, juist. Wat plans, first try en de wheelies doen. Oké, dames en heren, het product is schoon. En er zit primer op. Het is een beetje plakkerig, maar dat hoort natuurlijk, zodat het plastic erop gaat. Dus het volgende onderdeel is het Forged Carbon Folie in het water stoppen. In die water. Oké, dit is even heel snel gedaan. Natuurlijk, het folie is ook een beetje gekrompeld, want ik heb even een stukje gepakt wat ik ooit als test heb gebruikt. Zo. Het mooie aan dit is dat het gelijk vloeistofachtig wordt. Dus dat papier is zo gemaakt, ik weet niet eens of het is folie, dat als het op het water komt, dat het gelijk vloeistof wordt. Dus daarom kun je het goed dippen. Want dan denk je, huh, papier, maar het wordt vloeistof. En dan komt nu het belangrijkste gedeelte. Nu ga ik hem even een minuut in het water laten weken. En dan ga ik de activator erop sprayen. Dit is het belangrijkste onderdeel wat je hebt voor te hydrodippen. Want dit zorgt ervoor dat het helemaal vloeibaar wordt. Zodat het echt plakkerig is en dat je het kan dippen. Maar ik ben natuurlijk geen expert in dippen. Er zijn mensen die natuurlijk professioneel hydrodippen. Respect naar jullie. Want maar ja, ik doe het echt sinds vroeger al. Ik vind dit zo leuk om te doen. Ik heb uitleg van een expert gekregen. Dus zo ga ik het jullie ook uitleggen. Kijk eens aan. En hier, dit is het punt wat mooi wordt. Hier wordt hij helemaal vloeibaar plastic achter, zoals jullie zien. Zoals jullie zien, ja, dit is zieke tuning, jongens. Hij is een beetje te ver uitgelopen, omdat ik moest filmen. Maar we gaan hem nu erin dippen. Zijn jullie ready? Let's go. Nee. En nou zit het in het water. En dan moet je natuurlijk zorgen dat als je het naar boven haalt, dat je niet weer wat inkt meeneemt. Dus het is even moeilijk om dit allemaal weg te krijgen eromheen. Ik heb ooit mijn AirPods zelfs gehydrodipt. Flashback! When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Ja, ja, super bruut. Maar ja, wat ik jullie al zei, het is zwart op zwart. Dus je ziet het haast eigenlijk niet heel goed. Maar het is wel een heel bruut effect, dit moet ik zeggen, zeg. Zo, hé. Nu ga ik het even laten afdrogen en afspoelen met de kraan. Dames en heren! Dames en heren, wat ik jullie dus al wou zeggen, het is zwart op zwart. Dus ik heb een beetje een verkeerde kleurencombi genomen. Maar zoals jullie hier zien, als je van dichtbij bekijkt, het is helemaal Forged Carbon Fiber. Maar we vergeten nog één ding. En dat is acrylic vajniranish. Dit is nou echt de kerst op de taart, dames en heren. Ik vind als je dit niet gebruikt op een hydrodip product, dan is het gewoon niet af. Dit maakt juist het mooie flashy gedeelte af. Als je het in de zon laat zien, of als je met het voertuig rijdt en de zon schijnt erop, dat het helemaal mooi weer kaatst. De geftruc. Maar dames en heren, dan kunnen we nu eindelijk beginnen aan het echte grote zip onderdeel waar ik de hele tijd aan al wil beginnen. En dat is de luchtfilterkap. Malossie. Tuning. De kartenkap wou ik graag carbon fiber hebben, maar ik denk zo zwart glans, want ik heb de kartenkap zelf gespoten. Ik denk dat ik deze ook nog bijspuit met zwart en deze denk ook gewoon bijspuit met zwart. Ik denk dat dat wel een hele mooie gloed geeft. Want zoals jullie weten is het achterspatbord wel al carbon fiber. En ik denk als ik deze en deze ook carbon fiber doe, dat dat of te veel wordt. Ik weet niet, ik vind glanszwart wel heel erg mooi. Dus ik ga deze nu gewoon zwart spuiten en niet hydro dippen, want ik heb wel even bekeken Forged Carbon Fiber op dit.
dit is niet echt mooi, want dat zie je haast niet. Dus we gaan tuning doen. En hier komt hij, dames en heren. Voilà. Zo te zien is de luchtfilter nog lekker vettig, dus die kan lekker blijven. Laten we hier een zand in gooien. Hoe verpoep je een Zip viertakblok? Zand erin gooien. Zo doen we de Molossi sticker even eraf. Gaat compleet mis. De Molossi sticker gaat eraf. En die gaan we maar even lekker hatsflats op het kenteken plakken. Tuning. Oh ja, dames en heren, er zijn ook nieuwe tuning stickers beschikbaar. De meeste van jullie hadden het al gezien op de webshop. Tuning stickers, monstershoe.nl voor zieke stickers. We gaan deze eens even bijspuiten. Ik heb even een matje hier gevonden. Oké, eens even kijken. Beginnen we even met een goede primer spray. Nee, nee. Dit geeft al een hele dikke glans eigenlijk. Maar daar is het nog niet klaar. Bam! En we hebben zwarte paint spray nu erbij. En nu gaat het mooie gebeuren. Dus ik moet hier echt even één hand goed voor gebruiken. Maar ik kan echt niet veel met dit tegelijkertijd. Het is al gewoon echt knap dat ik al twee dingen tegelijkertijd kan. Ik krijg echt een mental breakdown. Ik kan precies niet meer aan. Wauwie, hatsflats. Oh, ik ben hier zo opruimd voor, jongens. Dat is een brommert of een motor, ik weet het net niet. Nu gaan we die even laten drogen. Dames en heren, ik ben ondertussen naar de kapper geweest. Maar het is deze keer geen tuning op mijn hoofd. Het is nooit goed, man. Echt, mijn haar, jongens, dichterbij dan ooit om te millimeteren. Jongens, als ik ga millimeteren, dan laat ik het wel doen door een speciaal iemand. Dat vind ik wel leuk. Een van jullie strijders of Enzeknol of zo, weet ik veel. Lijkt me echt heel gaaf. Maar dames en heren, we gaan even verder met de tuning. Was ondertussen naar de kapper. Tuning. Maar dames en heren, kijk eens aan. Oh, ons schatje is gewoon mat zwart. Maar ho is niet glansmat zwart. Dames en heren, ik ga jullie even een kers op de taart cadeau geven. Want je kan dingen spuiten. Hier, het weerkaatst wel een beetje. Maar wat is nou nog mooier dan glanszwart maken? Hatsflats. Daar heb je maar één spuitbus voor nodig. Even schudden met de piet. En even mooi inspuiten. Wow. Kijk eens aan. Ga hem even alvast pakken. Hij is nog wel drijvennat. Maar kijk eens aan, dames en heren. Als dit straks is opgedroogd, glansmat zwart. Prachtig. Voordat wij de luchtfilterkap erop gaan beunen, wil ik jullie nog even één ding laten zien. De kappenset, dames en heren, is helemaal klaar. Ik heb ze hier momenteel liggen. Ik heb zelf nog niet eens alle kappen bekeken. Maar ik ga er jullie eentje cadeau geven voor de nieuwe zipkappen, dames en heren. Wat wij qua Carbon Fiber hebben, is een bougiekap, achterspatbord en een beenschildkap voor bij de zip. Dit is allemaal van Carbon Fiber. En dan ga ik jullie nu de airbrushkap laten zien. Ik ga maar één kap laten zien als cadeau. We gaan hem binnenkort en nu gaan we hem opbouwen. Dus stay tuned voor dat. Abonneer voor meer gekke shit. Zo, hey dames en heren. Dit is natuurlijk het voorspatbord van de Zip. Deze heb ik jullie natuurlijk nou cadeau gegeven. Maar kijk even hoe clean dit geairbrushed is, dames en heren. Natuurlijk met het monsterlogo aan de zijkant, voorop aan de zijkant. Super bruut. Ik zou zeggen stay tuned, want de voorkap van de Zip, dat is één groot monster, dames en heren. Maar stay tuned, abonneer om op de hoogte te blijven. Kijk even hoe ziek dit is in de zon, dames en heren. Prachtig. Forged Carbon Fiber, rood-zwart. Dat is eigenlijk wel grappig. Dit is dan het voorspatbord en dit is het achterspatbord. Dit is dan wel gewoon Carbon Fiber. Dat zit natuurlijk niet bij de kappenset. Dus super bruut. Nou, dames en heren, die gaan we erop beunen. Wauw. Stay tuned, dames en heren. We gaan hem nu verbouwen in de aankomende vlogs. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker om bij de Mons Gang te horen. Zou ik echt super erg waarderen. En dan zie ik jullie weer strijders in de volgende video. Bye-bye.